gezond spannend. Ja, zin in. Normaal staan we natuurlijk niet op het podium, dus dat wordt wel eventjes iets anders dan dat we dagelijks doen. Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Het is een mooi theater. Just doing stuff that we normally don't do within our real jobs. So basically just out of the box thinking. Ik heb iets heel spannends gedaan. Ik run een bedrijf, de Punchy Pack. En ik sta zelf in het theater met voorstellingen. Het is dus iets in mezelf wat ik wilde verenigen. Maar ook omdat ik heel erg geloof dat als we verandering willen creëren, dan moeten we veel meer de kracht van de verbeelding gebruiken. Want ik denk dat we veel meer kunnen bereiken als we leren groots te denken. Ladies and gentlemen. De vorm van vanmiddag is buitengewoon inspirerend. Omdat je duidelijk ziet wat het met mensen doet als ze uit die stijve, rationele omgevingen gaan. We hebben te maken met milieuvraagstuk, met klimaatvraagstuk. Al die onderwerpen raken ons. En dan zeg ik de vraag, kun je tot de verbeelding spreken? En dat komt hier zo mooi terug. Ik merk dat mensen daar eigenlijk een beetje op zoek zijn naar iets meer vrijheid om te verwoorden waar ze voor staan. Wat nodig is, is een ander onderdeel van je hersenen triggeren. En dat doe je juist als je out of your comfort gaat. Juist de dingen die je normaliter niet doet. De verbeelding heeft iets te maken met dingen zichtbaar maken. En daarom is het een heel mooi format om idealen om te zetten in een uiting die aanspreekt. Dat is prachtig. Ze hebben echt iets gedaan wat ze niet eerder echt hebben gedaan. Ze zijn echt ergens voor gaan staan. En ik denk dat het daarom gaat. Iedereen heeft keihard gewerkt om iets moois neer te zetten. Ze zijn heel druk bezig geweest met allemaal nieuwe sustainable business modellen. Ja, 8 maanden lang, maandelijkse workshops, tussendoor in gesprekken met collega's, potentiële klanten, potentiële partners. 500 mensen hebben ze gesproken, minimaal. En 3000 mensen hebben hun gesteund. We're super happy now with the business case that we have. That's what makes me very excited to actually present it to everyone. So everyone knows what we actually care about and we want to fix. We hebben echt in een paar maanden hebben we dit uit de grond gestampt. Innovatie, creativiteit, dat borrelt hier alom. En er zijn alle teams al 8 maanden mee aan de slag geweest. En dat is echt heel tof. Well, of course, let's not forget it's a competition. So I'm very curious to see who is going to win. Nou, vandaag is natuurlijk prijsuitreiking en de campagneperiode zit erop. Dus hier komt eigenlijk alles samen. En de winnaar is... Zilveren Kruis Achmea. Ja, supergoed. Gek huis. Ja, het is wel fantastisch natuurlijk dat je een bepaald bedrag, dat je dit bedrag krijgt om een slag mee te maken. Het was zeker een heftig half jaar, maar wel een heel leuk half jaar. We stonden vanmiddag hier in het theater, normaal hadden we powerpoints en nu stonden we ineens een prijzenslag achter de toestand te doen. Kikken ook de energie in die groep van al die verschillende organisaties. Ja. Iedereen een beetje dezelfde drijfveren en energie en je ziet iedereen gewoon... vlammen, zeg maar. Wat ik heel bijzonder vind vanmiddag is de enorme energie. Zij staan daar als collectiviteit, wat mij betreft, om het goede van de wereld te doen. Dat raakt mij. En daar is lef en energie en innovatie voor nodig. En dat heb ik allemaal teruggezien vanmiddag, dus dat vind ik echt heel tof. De intrinsieke energie van elk van de teams is al zo groot dat ze die prijs niet nodig hebben. Wat kun jij betekenen voor anderen? En wat betekent dat voor je eigen organisatie? Hiermee inspireren ze ook andere mensen. Er is nog zoveel te doen in de wereld en dat kunnen we niet alleen. Dus dat vond ik een hele mooie boodschap van Punchy Pack. Oh, ik zou het 2 keer per jaar doen. Ik ben heel trots op alle deelnemers. Ik ben trots op alle bedrijven dat ze het aandurven om met ons op een andere manier verandering proberen teweeg te brengen. Bedrijven willen wel en ik denk dat wij met Punchy Pack en partners als het ministerie van Buitenlandse Zaken, Erasmus Universiteit, FMO, heel goed weten hoe we dat proces moeten faciliteren.